mensen, het is Pandensteen Vechter en super tof dat jij bekijkt naar deze nieuwe video. Oké, vandaag ga ik jullie haarfijn uitleggen wat ik nou precies heb met mijn hart. Ik neem nu op in mijn eigen huisje. Binnenkort meer update, komt een video van online. Kunnen we op deze video de 1000 likes halen, dat zou super zijn. Ik wil dat jullie gewoon even één aanslag plegen. Hey, ik ben rebels en ik dead nog steeds, want ja. Dus iedereen nu ook op een belletje drukken, want dan ben je altijd up-to-date als ik een video upload of iets anders. Dus dat is super. En dan gaan we nu gewoon beginnen met de video. Nu weet ik al wat voor comments er gaan komen. Van, oh, ik ben veel te blij om deze video te doen. Waarom vertel ik niet zielig? Nou, dat is het ding. Waarom zou ik het zielig vertellen? Bruh. Zoals de meeste van jullie weten, heb ik een jaar geleden een hartstilstand gehad. Ik heb dat dus gehad. En ja, balen. Jammer dat er allemaal is overkomen. Maar wat heb ik nou precies? Want dat is wat de mensen nou niet weten. Oké, wat ik heb heet ARVC. Wat ik heb, wat houdt het in? Het houdt in dat mijn hartspier... Het houdt in dat mijn hartspier dus verkalkt. Dus eerst heb je een hartspier. En dan ja, gaat het weg. Dan wordt het vervangen met bindweefsel of vet. Wat het inhoudt is dat je hart dus gewoon stuk gaat. Het is jammer, want het zorgt ervoor dat ik allemaal ritmestoornissen krijg. En dat is echt vervelend, want soms kan ik gewoon... Dan kan ik niet slapen, kan niks. Want ik heb die ritmestoornissen en het is echt, echt... Okay. Wat heb ik nog meer? Ik heb nu medicijnen gekregen. Medicijn heet Bisoprolol. Ik slik 3,75 gram. Snuif ik dan zo even weg zo. En dan, kan ik weer door. Nee, grapje. Wat zorgt ervoor? Het zorgt ervoor dat mijn hartslag niet heel hoog gaat, maar laag blijft. Voor dit, als ik ging tanden poetsen, dus gewoon alleen tanden poetsen, zou je normaal een hartslag hebben van wat zal zijn, nog steeds 60. Mijn hartslag zat al op 120, 110. Dus dat is... Nee, dat is niet goed. Ik heb een ICD-kastje gekregen. Het is heel wat anders dan een pacemaker. Want zoals jullie kennen is een ICD is niet echt bekend bij mensen. Pacemaker wel. Wat een pacemaker doet is, stel je hebt een te laag hartslag, dan geeft hij een schokje. Maar die voel je niet echt, denk ik, omhoog te krijgen. Wat ik heb is heel wat anders. Dus nee, ik heb geen pacemaker, bro. Oké, kan je laten zien? Wat ik heb is dus een ICD. Zoals je ziet heb ik hier een litteken en ik heb hier een litteken. Hier zit het kastje. Ja, ik weet het, ga in de comments allemaal weer zeggen. Oh, het is lelijk. Ik vind het ook, het is lelijk, maar het redt wel mijn leven. Want zoals je ziet, het gaat zo en er zit een draad hier onder de huid. Je kan het soms zien. Het zit onder de huid en die gaat zo. En dat is gewoon schortdraad. Ik doe mijn shirt weer aan. Oké, wat het doet is... Stel, hè? Want de kans is bij mij heel groot dat ik weer een hartstilstand kan krijgen. Stel, ik heb weer een hartstilstand. Dan val ik weg. Dus dan lig ik op de grond. En dan krijg ik toch even zo'n harde schok. En dan ben ik er weer. Dus ik had iemand gevonden ergens. Wat was dat? Amerika, die heeft dat ook. En ik vroeg haar even, yo bro, hey, doet het zeer als je een schok krijgt? Hij zegt, nee, doe niet zeer. Dus ik dacht, oh chill. Toen legde hij uit. Hij zei, het voelt alsof je wordt aangereden door een bus. En dan ook nog even 2 seconden op, wat was het? 2 minuten wordt getoast. Dus ik dacht, wow. Zorg ervoor dat je gewoon checkt voor mijn merchandise. Ik heb er meer. En voor de rest, ja. Volg me op Insta, Steve Vechter. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jou wel weer later. Doei.